Bonjour, vandaag gaan we pompoentje maken van pompoenen uit de tuin. Ik heb het recept ooit een keer gekregen van de buurman, Romain, die had het gemaakt en die liet me proeven. Wow, dat is lekker. Ik ben zelf niet zo fan van pompoen, de smaak van pompoen, maar die jam was erg lekker. Dus laten we snel aan de slag gaan. Hier liggen de pompoenen van twee planten. Ik geef de voorkeur aan een beetje de kleinere pompoenen. Ik had 2 jaar terug reuze pompoenen gedaan. Nou ja, tegen de tijd dat het begon te rotten, waren ze nog niet rijp. Het was eind oktober, begin november. Dus ik dacht, ik ga weer over op kleine pompoentjes. Die zijn eerder rijp. En dit is wel een mooie. Ik heb 1 kilo nodig. 1 kilo pompoen, 1 kilo suiker, citroensap en de schil in kleine stukjes van de citroen. En ik doe er dan nog gewoon appeltje bij, want ik gebruik gewoon suiker. En de appel is dan voor de pectine. Je kan er ook nog gember bij doen. Naar eigen smaak. Het is gewoon een kwestie van experimenteren. Nou, dan ga ik eerst deze in blokjes snijden. Zo ziet hij er van binnen uit. Hij lijkt me wel rijp. Ik heb de pitten eruit gehaald. Die kan je natuurlijk weer drogen en voor het seizoen van volgend jaar. Nou, nog even de schil eraf halen. Dat vind ik altijd wel een gedoe bij pompoen, hoor. Het is gewoon heel hard en moeilijk. Nou fijn, uur verder. Ik heb uit deze pompoen zeg maar 900 gram gehaald. De citroenschil van de citroen afgeschild. Eerst de citroenschil, eerst de schil goed schoongemaakt, goed afgeboend. De citroenschil in kleine stukjes gesneden. Ik heb een stukje schil achter de hand gehouden, omdat het, ja, we hebben geen kilo pompoen. De citroen uitgeperst. 3/4 appel geraspt. De pompoen, het citroenschil en de appel zitten al in de pan. Citroensap erbij. En de suiker erbij. Wow. Pas net. De suiker is allemaal opgelost. Ik denk na 5 minuten ongeveer. Nou zet ik hem even op hoog vuur. Nou, hij heeft even op hoog vuur gestaan. Nu zet ik hem 10 minuten op laag vuur. Ik zie nog weinig gebeuren met de pompoen. Hij wordt wel donker oranje. Maar hij valt niet uit elkaar. Dus ja, misschien is de pompoen nog wel niet helemaal rijp geweest. Het pompoenoogje, eigenlijk als dit helemaal verschrompeld is. En als die hol klinkt van binnen. Ja, deze klinkt toch best wel hol. Deze misschien iets minder. Ja. Ik weet ook niet. We zijn nu 12 minuten zachtjes koken verder en het begint een beetje uit elkaar te vallen, de pompoen. Misschien heb ik wel te grote stukjes gemaakt, dat het daarom wat langer duurt. Na 20 minuten zachtjes koken, lijkt er wat te gebeuren. De stukjes worden kleiner, het wordt weer jam. Maar het is nog niet helemaal klaar. Het staat nu 25 minuten zachtjes op. Dat is nou wel echt op te lijken. Ik doe nog 4 minuten, 5 minuten en dan is het klaar. Zo, ik ga ervan uit dat die klaar is. Nou ga ik het potje vullen tot aan de rand. Maak ik de rand schoon even met een doekje. Dat doekje, de bovenkant en de zijkant. En dan doe ik heel snel het deksel erop en dan weer het volgende potje. De pompoenjam. Nou maar hopen dat die net zo lekker smaakt als de pompoenjam van Romain. Dan gaan we morgen maar eens proeven op een stukje stokbrood. Nou, daar gaat hij. Ja, lekker? Ja. Nou moet ik hem even proeven hoor. Ja. Lekker. Het zou iets smeuiger kunnen, iets vloeibaarder, maar de smaak is echt lekker. Je kan er wel lekker veel op een brood smeren. Ja, dat wel. Nou, dus voor herhaling vatbaar. A plus!